Kom ook in actie. In het extra uur tijdens het teruggaan van de klok gaan we op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland 1 uur en 1 seconde sporten om geld in te zamelen voor baanbrekend onderzoek voor kinderen met een spierziekte. Nou, ik ben Dries Kelderman. Ik ben gevraagd of benaderd door Gert en Dobert en Gerlien om mee te denken aan de obstacle run. En zij kwamen bij mij via Goed Bezig Oldenbroek. Ik vind het een heel mooi initiatief om op deze manier spieren voor spieren te steunen. Maar ook om een obstacle, survival, farm run, farmstacle run te organiseren hier in Oldenbroek. Hey, doe jij ook mee? Dat klopt helemaal. Ik doe ook mee vanavond een obstacle run voor mijn neefje Bram. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb het parcours net even verkend, maar ik heb bewondering voor jullie. Hoe zie je het? Nou, ik heb zelf het parcours nog niet gezien. Dus ik weet niet wat me te wachten staat. Ik laat me verrassen en we gaan er gewoon voor. Succes of sterkte. We zullen het achteraf horen. We zullen het straks horen. Ik zie je straks weer. We zijn in de week van de challenge en hadden we al de volleybalvereniging Blauw-Wit die begon. We hadden Ovios die vandaag geld maken en vanavond dan de obstacle run hier bij de familie Vos. Ja, en we gaan de eerste lopers natuurlijk. Ja, kijk eens, ze komen de eerste hindernis over met z'n allen. Ja, dit zijn de diehards. Dit zijn de mensen die de obstacle run, die de uitdaging aangaan hier in Oldenbroek. En dan maken wij als kijkers ook in de huiskamers natuurlijk een diepe buiging voor de mensen die hier vanaf 10:30 actief zijn met de obstacle run 2016 hier in Oldenbroek. Ik sta hier bij een grote trekker en aan de trekker zit een dikke scheepstros vast en die loopt over de container heen en dan moeten we naar de andere kant en dan kunnen we zien wat we daar moeten doen. Dan komen de lopers, die komen hier de sloot uit en moeten dan via de pallets het touw vastpakken. En dan in apenhang naar de andere kant, daar de container aantikken. En dan kunnen ze hun weg vervolgen. Ja, ook tijdens de challenge 2016 kunnen ze klunen. Ja, ze kunnen klunen uit het water hier in Oldenbroek. En dan even oriënteren hoe het parcours vervolgd moet worden. In de challenge 2016. Oké, Jaap en Dries gaan even in deze challenge een wedstrijd doen wie het eerste de next container aantikt. 3, 2, 1, go! Ook in de challenge hebben we natuurlijk verschillende deelnemers. En het team wat zojuist voorbij kwam ging natuurlijk in deze apentouwen in een apentempo. Het is klokslag 11 uur geweest. Halverwege is het geniet of niet? Het is hier fantastisch. Een paar van die lenige mannen over die touwen. Wij houden ervan. Ja, maar zien we jullie volgend jaar ook in de wedstrijd of niet? Nee, zeker niet. Je ziet ons wel bij de hamburgers. Bij de hamburgers, ja, die moeten er ook zijn. Supporters. Ja, ja, wij bakken ze. We hebben een paar snelle tijgers net gezien, of niet? Hele snelle tijgers, ja. Ja, super. Fantastisch. En dan mogen ze hier kruipend, laag, bukkend onder het net door. En er ligt her en der nog wat koeienstront, dus dat komt helemaal leuk. We staan hier bij de swing over, zoals dat in de survival run heet. En de bedoeling is dat je via de banden over de balk heen aan de andere kant weer naar beneden. En dan kom je bij de touwladders. En dan mag je in de touwladders ook omhoog en ook overheen.
en dan weer door. Nou, op het moment dat ze bij de hooibalen vandaan komen, mogen ze hierheen en dan moeten ze over het net heen. Omhoog eroverheen en aan de andere kant weer naar beneden. DJ tijdens de challenge. Erwin, ik dacht dat je voetbaltrainer was, maar jij bent vanavond de DJ van dienst. Nou, de DJ van dienst. Ik heb de eer om hier te mogen draaien. Dus het is natuurlijk een fantastisch evenement. Goede opkomst hier zo. Het is altijd mooi om hier onderdeel van te zijn. Het is fantastisch. We zijn een half uur onderweg in de challenge en de dames gaan door het waterbassin. 11 uur 's avonds en het is zwaar, maar ze doen het goed. Het is 11 uur, een geweldig parcours. Ja, jullie genieten ervan. Ja, bijna een professioneel parcours, of niet? Nou, professioneel, maar we hebben gelukkig Dries en Renta net. En die heeft ons geholpen om het parcours uit te denken, want dat doet hij wel vaker. En toen zijn wij begonnen om dat parcours te maken. En dan moet je natuurlijk zorgen dat je land hebt. En gelukkig had ik een stukje land. We hebben hier onze eerste wintertijd challenge gehouden met het voetballen. Voetballen voor Stijn was het toen, dat weet je misschien nog wel. En dat heeft enorm veel geld opgeleverd. En van het jaar hebben we gezegd van we gaan nog weer een challenge doen. Want alleen de fakkeltocht, dat is ook maar alleen de fakkeltocht. Dus actief bezig zijn met het rennen en het springen over... Van allerlei obstakels, dat is toch het allermooiste wat er is. Volgend jaar heb ik al gehoord, dan wil Ovios tegen Blauw-Wit een challenge doen. En hoe als dat er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Maar of het wordt voet en gewoon volleybal, we gaan het zien. Dus dat wordt een hele leuke challenge. Nou, hier staan we bij de schotten. Eigenlijk de bedoeling om hier zo snel mogelijk overheen te gaan. Er zitten wat klimgrepen op om de eerste opstap te doen, maar je moet er overheen en dan wacht je daar verder op nog één. Ja, we zijn halverwege de obstakel run. Gaat het goed of niet? Ja, ik zie nog volop glimlach op gezicht, of niet? Heftig of niet? Ja, wat is het meest heftig onderweg? De touw. De touwbaan toch wel? Ja. Oké, nou. Succes nog, hè? Ja, we hebben hier even een topoverleg, zien we wel. Lisbeth, ik zie je samen met Henk Kemp. Ja, Lisbeth, betekent het volgend jaar de hele gemeenteraad actief hier? Nou, Henk die vroeg net al, maar hij kent de ChristenUnie ook erg goed, of ik de weddenschap aan durf dat er volgend jaar 5 raadsleden meedoen. Ja, ik denk gewoon een statement, Henk. Hartstikke duidelijk. Ik denk dat ze het ook goed verwoord. Want het was inderdaad ook mijn weddenschap dat ik denk van nou weet je wat, juist om de organisatie steuntje in de rug te geven. Van zou Lisbeth het aandurven om die weddenschap aan te gaan. 5 raadsleden minimaal hier deelnemen. En dan hoor ik wel wat de tegenprestatie is. Nou, anders heb jij toch altijd nog een mogelijkheid om een motie in te dienen of niet? Dat zou maar zo kunnen. Kijk, en als zij het voor elkaar krijgt om die 5 raadsleden te krijgen, dan weet ik ook zeker dat hier nog veel meer volle komt. Ja. Dat is alleen maar leuk toch? Ja, super. Ze genieten vanavond of niet? Jazeker. Het is gaaf. Sportief Oldebroek. Absoluut. Alleen, ik had er liever nog meer bij gezien. Ja, Richard, we zijn halverwege de challenge. Ik zie nog een glimlach op het gezicht. Hoe gaat het? Ja, goed. Voor de kids, hè. Ja, voor de kids. Je inzetten. Zwaarder dan een marathon? Zwaarder dan ik had verwacht. Ja, het gaat in ieder geval goed. We gaan nu even kijken, want je moet wel die sloot door, hè? Je hebt zelf ook deelgenomen. Ja, hoe kijk je terug op je eigen deelname vanavond? Nou, Henk vroeg me vanavond al, zal ik succes of sterkte zeggen? Ik zei, nou, vraag dat straks maar. Maar sterkte was een goed woord. Het was zwaar, heel zwaar. Maar ik zei net ook tegen, ja, volgens mij in vergelijking met wat de kinderen voelen. Met spierziekte is dit niks. Dus ik heb hem 2 keer gedaan. En ik heb een goed gevoel over, maar wel helemaal kapot nu. Ja, we zien ook vandaag weer een mooie deelname, een aantal mensen die zich willen inzetten. Ja, wat natuurlijk ook fantastisch is, dat er verenigingen zijn, Blauw-Wit, de volleybalvereniging, maar ook Ovias, die gewoon in de week van de challenge inhaken om jullie initiatief te ondersteunen.
Ja, dat is echt geweldig dat verenigingen dit doen om het maatschappelijke deel ook op te pakken. En nou ja, van de week de volleybalwedstrijd inderdaad, waar echt €750 nog uiteindelijk is opgehaald. En vandaag bij Ovios ook ruim €700, waar zelfs de tegenstander van Ovios een donatie gedaan heeft. Nou, het is gewoon geweldig dat deze verenigingen zich daar ook op deze manier mee inzetten. Ja, super. We zijn nog een lange nacht, want we hebben een uurtje extra vannacht. Want straks staat ook nog de fakkeltocht op het programma. Straks met het uurtje extra hebben we de fakkeltocht nog. Daar verwachten we nog meer mensen dan bij de obstacle-run. Dus ja, dat wordt gewoon een mooie symbolische afsluiting van deze geweldige week. En nou, ik ben heel benieuwd naar het eindbedrag. En het eindbedrag wordt ook vannacht bekendgemaakt? Het eindbedrag wordt vannacht bekendgemaakt. Dus nou ja, ik zeg wakker blijven, want ik ben heel nieuwsgierig. We gaan het volgen en bedankt met dit super initiatief, wat zeker ontzettend nodig is. Dankjewel en, ja, en iedereen bedankt die meegedaan heeft aan deze week. Echt super, dank jullie wel ook voor jullie inzet.